Ik zit opgesloten op één geldblokje. En als ik naar beneden val, ben ik dood. Help mij, help mij. Wie ben jij? Jesse, dat is de boze troll. En dan laten we pas vrij als ik 1 miljoen euro aan het betaal. 1 miljoen euro? Catnap? Ik vind jou best wel eng, maar ik heb hieronder wat geld. Misschien dat dit kan helpen. Ik heb een bot, is dat goed? Nee, Jesse, ik heb 1 miljoen euro nodig. En dan pas laat de troll mij vrij. Oh, dat meen je niet. 1 miljoen euro? Ik moet toch wel wat uit het geldblokje kunnen krijgen? Ik heb hier 1 euro. Is dat misschien genoeg? Nee, Jesse, je moet 1 miljoen euro bij elkaar verzamelen. 1 euro is niet genoeg. Help mij alsjeblieft aan deze enge troll af. Ik moet ook zeggen, de troll ziet er inderdaad best wel eng uit. Oké, ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk geld te verzamelen. En op dit moment krijg ik alleen maar blokjes dirt. Oh, ik heb nu 2 euro. Wat kan ik met 2... Oh, ik heb het geld op mijn bank gezet. Boven in beeld staat nu dat ik 2 euro heb. Oké, wacht. Misschien is het slim als ik hier een beetje dirt plaats. Want dan kan ik tenminste een beetje lopen. En trouwens, catnap. Ik kan toch ook gewoon naar jou toebouwen? Dat is toch veel slimmer om te doen? Jesse, dat zou ik niet doen, want die troll gaat jou dan misschien ook opsluiten. Oh ja, misschien is dat niet heel slim om te doen. Die troll ziet er echt heel erg eng uit. Oké, ik ga er gewoon voor zorgen dat ik 1 miljoen euro ga verzamelen. Hoe ik dat ga doen, ik heb echt geen flauw idee. Ik denk dat het nu gewoon verstandig is dat ik zoveel mogelijk geld ga verzamelen. En als ik alles op de bank zet... Wat is dit? Een miljonair winkel. Oh, betekent dat nu dat ik rijk ben? Hier is namelijk allemaal geld. Kan ik niet gewoon dit geld meenemen? Oh, dit is een ladder. Hier heb ik helemaal niks aan. Kan ik dit kopen? Nee. Ik kan hier allemaal dingen kopen. Oei, een pickaxe. Ik kan een pickaxe kopen voor 10 euro. En wat kan ik nog meer allemaal kopen? Ik heb geen idee wat dit allemaal is. Oké, ik moet zoveel mogelijk geld verzamelen, zodat ik dit allemaal kan kopen. Of ik ga gewoon dit hakken. Alleen, ik denk niet dat het de bedoeling is dat ik dat hier achter me ga hakken, want dan krijg ik ruzie. Catnap, catnap. Ik heb een pickaxe gekregen. Misschien kan je met die pickaxe sneller hakken, Jesse. Schiet op, want de troll gaat mij opeten. Ja, is goed, is goed. Ik ga opschieten. Ook nu kan ik veel sneller geld hakken. Dit is echt perfect. Oké, in totaal moet ik dus 1 miljoen euro hebben. En ik heb nu bij elkaar, ik heb 16 euro. Jesse, je moet niet zoveel bij mij praten. Verzamel alsjeblieft 1 miljoen euro, want die troll die ziet er zo eng uit. Maar catnap, jij ziet er ook heel erg eng uit. Waarom ga ik eigenlijk catnap redden? Ik vind catnap ook heel erg eng. Oké, catnap, ik ga gewoon zoveel mogelijk geld verzamelen. En ik moet eigenlijk 100 euro hebben, want volgens mij kon ik dan nog iets kopen. Laat ik ondertussen ook even mijn wanblok iets groter maken, want ik wil absoluut niet doodvallen. En ik wil ook wat verder van die enge troll vandaan, want ik vind die troll echt heel erg eng. Oh, straks gaat die troll mij nog aanvallen. Daar heb ik dus echt geen zin in. Ik ben bang voor trollen. En mijn pickaxe gaat ook bijna kapot. Catnap, ik doe mijn best, oké. Ik zet al het geld even op de bank, even alles in mijn zakken stoppen. En ik heb 74 euro. Ik heb echt nog veel meer nodig. Jesse, schiet nou alsjeblieft op. Dit is veel te lang. Ja, catnap. Ik doe mijn best, oké. Ik weet dat het lang duurt. Ik kan er ook niks aan doen. Oké, ik heb hier wat geld verzameld. Ik stop alles even in mijn zakken. En kan ik dit portaal hier niet neerzetten? Nee, je kan hem niet neerzetten, maar ik ben er wel weer. En wat kan ik kopen? Oh, ik kon deze al lang kopen. En ik kan ook deze kopen. Maar ik weet niet welke slimmer is. Weet je wat, laat ik eerst maar even deze kopen en kijken wat ik hiermee kan. Het lijkt op een soort van boom. Wow. Er staat daar opeens een heel eiland. Jesse, ga er snel heen. Misschien kan je daar wat geld vinden. Oké, dat is echt een heel goed idee, catnap. Alleen dan moet ik je wel heel even alleen laten. Maar dat vind je vast niet erg, hè? Niet als jij mij 1 miljoen euro geeft, zodat ik weg kan voor deze troll. Oké, duidelijk. Ik ga kijken of ze daar 1 miljoen euro hebben, oké? Alleen dan moet ik niet naar beneden vallen, want het is hier heel erg hoog. Kijk dan hoe groot die troll is. Ik vind die troll echt heel erg eng. Oké, maakt niet uit. Ik ben in ieder geval gelukkig eventjes weg van de troll. Ik ben aangekomen op het eiland. En wat kan ik hier allemaal? Er is hier een blokje. Wat is dit voor blokje? Oh, dit blokje is 5 euro waard. Oké, dit is echt perfect. Dan kan ik namelijk al deze blokjes hakken. En hoeveel geld is dit blokje waard? Oh, 1 euro. Die hoef ik niet. Ik ga gewoon al deze blokjes hakken. En dan kan ik heel veel geld verdienen. En misschien heb ik dan al wel 1 miljoen euro. Ik denk het niet. Want 1 miljoen euro, dat zijn echt heel veel briefjes van 5. Oh, villager. Kan ik met jou ruilen? Oh, ik kan ruilen. Oh, voor 15 euro krijg ik 1 diamond. Oké, dat is wel goed om te weten. Want dan kan ik namelijk een diamond pickaxe kopen. En dan kan ik misschien nog alles sneller hakken. Oké, ik heb hier al het geld gehakt. Hoeveel geld heb ik nu? Oh, dat is maar 1 euro. Ik dacht dat dit 5 euro was. Eén zo'n blokje is maar 1 euro. Daar heb ik dus echt helemaal niks aan. Was dit blokje dan 5 euro? Of ben ik nou in de war? Nou, die is ook maar 1 euro. Oké, is hier misschien ergens loot te vinden? Nee, hier heb ik nog wat geld. Meteen op de bank zetten. En ik moet eigenlijk kijken wat ik met al die villagers kan traden. Misschien hebben ze wel hele goede spullen. Oké,
hier is nog een kistje. Hier zit ook wat geld in. Sorry, villagers. Ik kom even wat geld van jullie stelen. Oké, eens even kijken. Kan ik met jullie traden? Van jou krijg ik iron. Ik hoef geen iron. Sticks voor een diamond. Ik heb helemaal geen sticks. 15 euro voor een diamond. En bij jou ook 15 euro voor een diamond. Bij jou weer sticks. Ik hoef geen sticks. Of misschien zijn sticks ook wel handig. Oh, ik heb een idee. Als ik even een boom hak, zo. Daarvoor maak ik een crafting table. Dan hak ik nog een boom. Daarvoor maak ik planken. Daarvoor maak ik dan wat sticks. Ondertussen verzamel ik nog wat geld. Sorry villagers, ik hak wel even jullie hele huis weg. Maar dat vinden jullie vast niet erg, oké? Okay? Dan heb ik in totaal 30 euro. En daarmee kan ik, als ik de juiste villager kan vinden... Hallo villagers, volgens mij heb ik jou nodig. Ja, kijk, dan kan ik 2 diamonds krijgen. Dan maak ik een axe. En dan kan ik heel veel hout hakken, sticks maken en heel veel diamonds krijgen. Dit is echt perfect. Al dat hout zo, maken we even wat sticks van. En hallo villager. Welke geeft mij diamonds voor sticks? Ben jij dat toevallig? Nee, jij wel. Oké, ik heb hier een aantal sticks. Geef mij even alle diamonds die je hebt, alsjeblieft. Ik heb nu 4 diamonds. En je kan niet meer ruilen. Waarom kan je niet meer ruilen? Is de voorraad nu alweer op? Kan jij nog ruilen? Jij kan nog wel ruilen. Oké, ik heb 5 diamonds. Het zijn niet heel veel diamonds, maar het is genoeg om een pickaxe te maken. Want mijn geldpickaxe is bijna op. En ik heb ook meteen een zwaard gemaakt voor als die grote troll me daarachter gaat aanvallen. Catnap, ik ben er weer. Heb je eindelijk 1 miljoen euro kunnen krijgen. Ik wacht hier al zo lang en die troll stinkt. Ik heb maar 183 euro, Catnap. Maar 183 euro, dat is nog lang geen miljoen. Oh, ik weet het. Ik doe mijn best, oké. Oké, ik ga weer even hakken. Kan ik nu meer geld krijgen met de diamond pickaxe? Nee. Oh, dit gaat echt veel slower met de diamond pickaxe. Ik heb echt helemaal niks aan die diamond pickaxe. Ik heb een ideetje. Ik ga gewoon weer even naar de winkel. En dan kan ik natuurlijk gewoon een nieuwe pickaxe kopen. Oh, dat is veel slimmer. Ik kan gewoon oneindig pickaxe krijgen. Ik ben zo dom. Wat kan ik nog meer kopen? Oh, ik kan een nieuw eiland kopen voor 100 euro. Oh, nu heb ik nog maar 63 euro. En wat doet dit eiland? Wat is er zojuist gebeurd? Volgens mij heb ik alleen maar mijn blokje geüpgrade. Oh, ik krijg nu hout en cobblestone uit mijn blokje. Daar heb ik toch helemaal niks aan. Oh, maar als ik dit weer allemaal inwissel, hè? En ik ga weer naar de miljonair shop. Kan ik dan mijn blokje nog een keer upgraden? Oh, hier kan ik dan wat diamonds eruit krijgen. Dit moeten we testen. Oké, upgrade. En wat kan ik nu krijgen? Ik weet nog niet wat ik heb gekregen. Nee, ik kan hem niet nog een keer upgraden. Dit was echt heel erg zonde van mijn geld. Jesse, je had die 100 euro beter erbij kunnen geven. Catnap, hou je mond. Ik vind het nu niet meer leuk, ja? Ik doe mijn best om jou vrij te krijgen van die troll. Het liefst ga ik hier ook gewoon weg. Oké, hoeveel geld heb ik nodig om het volgende blokje te krijgen? 400 euro. Oh, dit eiland ziet er wel vet uit. Oké, ik heb een idee. Ik ga gewoon zoveel blokjes hakken totdat ik 400 euro heb. En dan gaan we het eiland kopen. En hopelijk kan ik dan nog meer geld krijgen, want we moeten catnappen. Oké, ik ben een tijdje verder. Ik heb heel veel geld verzameld. En we gaan alles even op de bank zetten. En hopelijk heb ik dan 400. Dan kan ik het volgende eiland kopen. Hopelijk heb je dan 1 miljoen. Ik hoop het ook. Ik doe mijn best, oké, Catnap. Rustig aan. Ik heb al het geld ingewisseld. En ik heb zoveel geld. Ik ben zo rijk. Catnap, ik heb nog geen miljoen voordat je het vraagt, oké. Maar wel bijna 1400. Of bijna 1500. En daarmee... Ik kan deze kopen. Ik kan ze allebei kopen. Oké, wacht. Ik koop eerst deze. En ik koop deze. En daarna kunnen we deze kopen. En daarna misschien zelfs wel deze. Ik weet alleen niet wat dat is. Het is best wel een raar blokje. Oké, wat kan ik hiermee? Dit is weer een eiland. Wow, dit is een heel vet eiland. Oké, deze gaan we straks unlocken. Het oceaaneiland. Wat is nou weer een oceaaneiland? Ik weet echt niet wat ik daarmee kan. Maar ik denk wel dat het verstandig is. Als ik even een crafting table maak. Vervolgens even een kistje. En dan doe ik het eilandje hierin voor als ik doodga. Oké, we hebben genoeg. Het is tijd om daar het volgende eilandje te bouwen. Wel terugkomen, hè? Ja, Catnap. Ik kom terug. Vertrouw me dan maar. Ik ga jou redden. Ik beloof het, oké? Komt goed. Oké, we zijn aangekomen op het volgende eiland. En dit lijkt op groene diamonds, hè? Wacht, als ik dit hak, hè? Krijg ik dan niet heel veel geld? Dan krijg ik... Huh, dan krijg ik 5 keer 5 euro. Dat is 25 euro. Dat is best wel veel. En oh, wat is daar beneden? Ik weet het niet. Eerst moet ik dit allemaal hakken. En ik ga het hakken met mijn diamond pickaxe. Oké, weer geld. Weer
meer geld. Oké, op deze manier kan ik misschien wel een miljoen krijgen. Maar wat is hier beneden? Dit lijkt wel op een of andere cave. Is het wel slim om hier... Oh nee. Er zijn daar beneden spinnen en zombies. Oké, ik had een zwaard gemaakt. Oh, ik heb een idee. Misschien moet ik eerst armor gaan maken. Daarom was het natuurlijk het eiland van de villagers er. Ik heb armor nodig voordat ik daar naar beneden ga. Catnap, ik ben straks terug, oké? Ik moet even wat regelen. Hallo, villagers. Ik kom even diamonds bij jullie leden. Oh, nu moet ik ook weer heel veel bomen gaan hakken. Villager, heb jij nog wat leuks voor mij? Oh, jij bent nog steeds out of stock. Ik ga maar naar die andere villager toe. Oké, het is gelukt. Ik heb diamond armor. En daarmee kan ik als het goed al die mobs daar verslaan. En hopelijk heb ik daar heel veel geld. Jesse, waarom heb je diamond armor? Niet om de troll te verslaan, oké? Catnap, ik moet even wat doen. Ik ben straks terug met hopelijk een miljoen. Schiet alsjeblieft op. Ja, ik doe mijn best. Oh, die Catnap is zo vervelend. Hij is echt ongeduldig. Kijk wat ik allemaal voor hem aan het doen ben. En nog steeds vraagt hij mij de hele tijd waar ik blijf. Oké, hier beneden zie ik allemaal enge dingen. Het lijken wel skeletons of creepers. Ik weet het niet. Ik denk dat ik maar gewoon een kijkje moet gaan nemen wat hier beneden is. Deze skeletons lopen op het dak. Dat is zo raar. Oké, deze spanner moeten we weghakken. Oh nee, deze spanner kan ik niet weghakken. Oh, wat doe ik hier? Oh, ik mag hopen dat hier ergens... Au. Ik mag hopen dat hier ergens heel veel geld staat. Anders heb ik er helemaal niks aan. Oh nee, die spanners kan ik gewoon niet weghakken. Ik weet zeker dat die troll ook uit zo'n spanner komt. Oké, ik heb een probleem. Ik sta in de brand. Ik moet mezelf inbouwen. Oh, ik heb ook helemaal geen eten. Waarom heb ik geen eten? Er zit een bel in mijn hoofd. Hoe ga ik dit nou doen? Oké, het is denk ik niet zo slim geweest dat ik hier naar beneden ben gegaan. Ik moet een manier vinden om weg te komen. Alleen dat ga ik absoluut niet doen via daar, want dan ga ik dood. Want ik heb nog maar 3 hartjes en ik heb geen eten. Ik denk dat het slim is dat ik hier omhoog ga. Kijk, dit is slim. Dan kan ik op deze manier weer uit die cave. En dan ga ik hier gewoon zoveel geld hakken. En dan ga ik bij de villagers gewoon even wat weed hakken. En dan kan ik wat broodjes maken. En oh, wat is dit? Niet naar binnen gaan. Alleen als je... Au. Ik was gewoon wat aan het lezen. Niet naar binnen gaan. Alleen als je dit aantrekt. Oh, wat is dit? Een hamer. En wind. En oh, golden apples. En eten. Dit is precies wat ik nodig had. Oké, ik begin even lekker met een goudappeltje. Die heb ik nodig. Want ik ging namelijk bijna dood. Dit vlees heb ik ook nodig. Oké, wat zit hier nog meer in? Nog meer armor. Allemaal wind. Wat kan ik nou weer met dat wind? Ik ga het gewoon proberen. Hallo, kan ik hier wat mee? Dit zit in de weg. Oké, kan ik hiermee blazen of zo? Oh, ik kan hiermee blazen. Wat kan ik hiermee? Dit is een soort van hamer. Kan ik jou daarmee slaan? Ik weet niet wat het is. Het lijkt gewoon op een hele slechte hamer. Ik heb hier echt helemaal niks aan. Het doet ook echt helemaal niks. Misschien kan ik hier de troll mee slaan. Ik weet niet wat ik ermee kan. Ik wil hier ook helemaal niet naar binnen. Ik neem alles mee wat ik heb gevonden. Ik ga gewoon weer lekker naar mijn wanblok toe. Daar kan ik echt veel makkelijker veel geld verdienen. En kan ik trouwens nu vliegen? Oh, dit is wel vet. Kijk, ik kan vliegen. Oké, raak ik helemaal afgeleid. Misschien ga ik dit wel nodig hebben bij het volgende eiland. Want dan moet ik onder water. En misschien heb ik dan wel lucht nodig. Oké, het wordt gewoon tijd om even het volgende eiland te bekijken. Heb je 1 miljoen euro, Jessie? Nee, maar kijk, ik heb hier wel wind. Ik weet alleen niet wat ik daarmee kan. Kijk, ik kan vliegen. Vet, hè? Nee, Jessie, je moet 1 miljoen euro hebben om mij te bevrijden. Oké, ja, Catnap, ik weet het. Ik doe mijn best. Misschien dat dit wat doet. Boom. Nog een eiland. Een watereiland. Wat moet ik nou weer met een watereiland? Oké, er moet daar binnen een schat liggen. Dat kan niet anders. Ik zie er namelijk een piratenschip. En in piratenschepen liggen altijd schatten. En misschien zit daar dan wel 1 miljoen euro in. En Catnap, kijk me niet zo aan, oké? Ik vind jou eng. Oké, volgende eiland. Ik ga hier gewoon zwemmen. En er moet hier iets van een schat zijn. Dat kan niet anders. Wat is dit? Ik weet het niet. Onderwater zombies. Nee. Even luchthappen. Oké, hoe ga ik dit slim aanpakken? Misschien iets met die hamer. Misschien moet ik die hamer wel gebruiken. Eens even kijken. Hier staat een kistje. Hopelijk zit daar heel veel geld. Oh, hier zit echt heel veel geld in. En wat is dit nou weer? Ik weet niet wat dat is, maar ik heb hem meegenomen. Oh nee, ik moet weer naar boven. Ik ga dood. Nee. Oké, volgens mij heb ik gevonden wat ik moest vinden. Want verder ligt hier helemaal niks meer. Wacht, er ligt hier nog een boot. En hier zit weer een kistje. Wat zit er in dit kistje? Au. Nee. Oh, ik wil niet dood. Oh, misschien heb ik hiervoor dat luchtval nodig. Kan ik nu niet ademen?
Oké, dit werkt niet. Dit werkt niet. Oh, oh, ik ben echt bijna dood. Ik heb nog maar 1,5 hartje. Oké, ik denk dat het tijd is voor even wat eten. Een gouden appel. En dan gaan we dat andere kistje openen. Oké, daar gaan we. Wat zit er in dit kistje? Oh, nog meer geld. Nou, ben ik bijna dood gegaan voor nog meer geld. Oké, maar we hebben wel wat meegenomen. Wat ik daarmee kan, weet ik niet. Maar dat ga ik even proberen. Oh, ik viel bijna naar beneden. Een condolt. Wat heb ik nou weer aan de condolt? Wat is dit? Wat kan ik hiermee? Er zit een soort van ei of zo. Weet je wat? Ik zet dit gewoon hier neer. En misschien gebeurt er dan wat. Ik weet het niet. Ik denk dat het tijd is om gewoon weer heel veel geld te verzamelen. En dan kan ik het laatste eiland kopen. En hopelijk kan ik daar wel 1 miljoen euro vinden. Oké, daar gaan we. Oh, ik ben al zo lang aan het hakken. Ik heb zoveel geld. Maar ik heb nog lang niet 5000. Dit kan niet de bedoeling zijn. Dit duurt veel te lang. Oh. Jussie. Ja, Kenneth, wat is er? Misschien moet je dat balletje achter jou in het water plaatsen. Misschien krijg je dan weer heel veel geld. Bedoel je deze? Plaats hem nou in het water. Oké. Dit balletje in het water plaatsen. Dat is in ieder geval geen ei. Daar ben ik wel achter gekomen, anders had hij al wel wat gedaan. Oké, in het water ga ik hem plaatsen. Maar waar... Oh, moet ik hem niet gewoon hier plaatsen? Is dit niet gewoon de bedoeling? Oh ja, er is wat gebeurd. Ik weet alleen niet wat. Oké, even naar boven. Even weer ademen. Ergens een kruis hoort er te staan, staat er in beeld. Dan is dit denk ik het kruis. En wat kan ik hiermee? Waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Ik ben zo dom. Wat is dit? Een kist en... Oh, weer allemaal geld. Dankjewel. En een one block upgrade. En daar kom ik nu pas achter. Oh, dit meen je niet. Waar is de uitgang? Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Ik moet ademen. Oké, dankjewel. Oké, we hebben de one block upgrade. En gaan we nou niet zeggen dat ik nu nog meer geld krijg, hè? Oh, nee. De one block is echt geupgrade. Kan ik nu nog meer grotere briefjes krijgen of niet? Wat zijn dit voor briefjes? Zijn dat briefjes van 100 euro? Dat zou ik ook wel fijn vinden. Dit is een briefje van 1 euro. Nee, ik wil geen 1 euro briefjes. Wat heb ik hier nou aan? Ik krijg nu enderpearls en diamondblokken erbij me. Wat heb ik nou weer aan enderpearls? Dat weet ik niet. Oké, ik heb een veel beter idee. Ik ga al het geld wat ik heb, ga ik even inleveren bij de bank. En hopelijk heb ik dan 5000 euro. En dan kan ik het volgende eiland kopen. En ik heb 5000 euro. En ik heb zelfs nog heel veel geld over. En we gaan weer even naar de winkel. En ik kan het volgende eiland kopen. Een nether eiland. Ik hou niet zo van een nether. Oh nee, wat moet ik hier nou weer doen? Ja, laat ik er eerst maar even naartoe bouwen. Oké, we zijn aangekomen op het Nether-eiland. Wat moet ik hier doen? Ik kan dat geld daar hakken, maar dat hoef ik helemaal niet. Ik moet in totaal 50.000 euro verzamelen. Huh? Ik heb op dit moment 40.000. Hoe kom ik nou weer aan 40.000 euro? Ik heb geen idee hoe ik aan 40.000 euro kom. Het lijkt alsof ik dat heb gekregen, omdat ik dit eiland heb gespand. Nou, wat moet ik op dit eiland doen? Ik snap er helemaal niks van. Ik ga gewoon even het kasteel in. Hallo? Is hier iemand? Wat is dit nou weer? Do not press, you will die. Ik ga het inklikken. Oh! Oh nee, oh nee, oh nee. Waarom heb ik het nou weer ingeklikt? Er stond dat ik het niet moest inklikken. Oh, dit is zo dom. Waarom heb ik dit nou gedaan? Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Oké, misschien had ik daadwerkelijk niet op dat knopje moeten klikken. Ik ga weer even omhoog. Wat moet ik hier doen? Misschien moet ik wel blaze rods verzamelen. Als jij nou even doodgaat. Heb jij geld voor mij? Nee. Ik moet hier iets doen. Oh, er is nou een of andere hijskraan. Misschien moet ik iets met die hijskraan doen. Hallo, hijskraan. Kan ik hier naar binnen? Ik kan niet naar binnen. En wat gebeurt er als ik dit doe? Oh, er gebeurt helemaal niks. Ik ben er gewoon ingeluist. Ik dacht dat het hele gebouw kapot zou gaan. Oké, ik weet niet wat ik hier moet doen, maar ik heb heel veel geld gekregen. En ik wil nog meer geld. Wacht eens even. Kan ik hier naar beneden springen? Au! Als ik net dat eiland koop, dat was dit eiland. Die kostte 5000 euro. Als ik hem nog een keer koop en ik spaar hem nog een keer in, dan heb ik 75.000 euro. Oftewel, op deze manier heb ik gewoon onbeperkt geld. En met die 50.000 euro kan ik deze kopen. En ik weet niet wat er nu gebeurt, maar... Wow, wat gebeurt hier? De hele wereld is veranderd in geld. En ik heb 1 miljoen euro. En dat betekent dat Catnap eindelijk bevrijd is. En dit was de video. Klik even hier op een andere video te zien. Dan wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1...